Wil jij niet gelukkig zijn? Nou, dat wil ik zeker. Dit is Martijn Burger, geluksprofessor. Hij weet precies waar ik dat geluk moet zoeken. Vandaag neemt hij ons mee op gelukssafari door Nederland. Op jacht naar de plek waar de Nederlander het gelukkigst is. Over het algemeen zijn mensen gelukkiger op het platteland dan in de stad. Dat is een verrassende uitkomst, ja. Inderdaad verrassend, want in de afgelopen decennia verhuisden veel mensen juist naar de steden. En dus men wil graag in de stad wonen. Men denkt dat dat de woonlocatie is ook om gelukkig te zijn. Ja. Maar je ziet toch het laagste geluk in die grote steden. Dit is de Universiteit van Nederland. Vanuit de minst en de meest gelukkige plek van het land. Om een antwoord te krijgen op de vraag: waar is de Nederlander het gelukkig? Dit is de meest gelukkige gemeente. En waar ligt dat aan? Als je om je heen kijkt, hè, de mooie natuur, de rust. En die meest gelukkige plek ligt in Overijssel. Om precies te zijn op de grens van Twente en Salland. Met zo'n 35.000 gelukkige inwoners. We hebben het hier over Hellendoorn. En de Hellendoorner, die is het daar wel mee eens. Ik ben wel gelukkig, ja. Ja, ik zou zeggen ja. Ik ben geweldig gelukkig. Dit is zo'n mooi dorpje dus. Ik denk dat ze de meesten wel gelukkig zijn. Wat maakt dat de mensen in Hellendoorn nou zo bovengemiddeld gelukkig zijn? Nou, een deel valt te verklaren door je woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de buurt waar je woont, je huis. Over het algemeen, mensen in een vrijstaand huis zijn ietsje gelukkiger dan mensen die in een portiekflat wonen. Je zit hier heel mooi in de natuur. Het is de rust, maar je zit toch niet al te ver van de grote stad, waar je leuke winkeltjes en andere voorzieningen hebt. Je hebt zelfs een pretpark hier in de buurt. Nou, nu weten we niet 100% zeker of er ooit wetenschappelijk is onderzocht dat een pretpark om de hoek je ook daadwerkelijk gelukkiger maakt. Maar van groen in de buurt weten we dat in elk geval wel. Zo bleek uit een onderzoek uit Wageningen dat mensen veel gelukkiger zijn als ze in de natuur rondlopen. En naast de invloed van je woonomgeving is een groot deel van het geluk toe te schrijven aan de samenstelling van de bevolking. Nou, als we naar geluk kijken, is het eerst in plaats van belang dat je gezond hebt en goede sociale relaties hebt. Daarnaast is het werk voor geluk en ook inkomen belangrijk. Nou, we zeggen soms wel, geld maakt niet gelukkig. Nou ja, daar is niks van waar. Je hebt wel een minimale hoeveelheid geld nodig om rond te komen. En we zien vooral dat mensen die in financiële nood zitten of een financiële stress hebben, dat die ongelukkiger zijn. Wat het ook zo is, ja, je hebt hier weinig alleenstaanden. Als je alleenstaand bent, heb je ook een grotere kans om eenzaam te zijn. En eenzaamheid maakt ongelukkig. We hebben als mens gewoon een psychologische basisbehoefte dat we graag verbonden willen zijn met anderen. Dus mensen in een relatie zijn over het algemeen gelukkiger? Over het algemeen wel. Natuurlijk moet die relatie wel goed zijn. Dus het hangt wel af van de kwaliteit van de relatie. Maar we zien over het algemeen dat mensen in een relatie gelukkiger zijn. En dat gaat niet alleen om je liefdesrelatie, maar ook om de relaties met de mensen om je heen. In de buurt. En dat weet de Hellendoorner ook. Ik denk dat buren meer contact hebben met elkaar dan in het westen bijvoorbeeld. Ze kennen elkaar wel. Het is natuurlijk een kleine gemeenschap. Daar hebben ze hier zelfs een woord voor. Nabuurschap, ja. Dat is gewoon zorg voor je medemens. Norbers, oftewel buren, die sta je bij met raad en daad als dat nodig is. En hier is dat vanzelfsprekend. In de buurt waar ik woon, iedereen zorgt voor elkaar. Als je buurvrouw ziek is, ga je voor haar koken. Sociale contactjes, even een praatje. Help in de tuin, weet ik het, ja. Samen de streden aan. Dat gevoel van saamhorigheid is dus belangrijk. En volgens Martijn zie je dat ook in andere gemeenten die hoog scoren op geluk. We stappen weer in de auto en reizen verder. Op gelukssafari door Nederland. Als je kijkt naar de top 10 gemeenten, zijn dat veelal landelijke gemeenten. Die niet al te ver van een groot centrum of grote stad af liggen. Denk aan, en vergeef me voor mijn uitspraak, Tietjerkstradiel, Kocheland, Lisse, Kaag en Brasem, Landert, Oorschot, Voorst, Wierde. Stuk voor stuk gemeenten die ik, met mijn topografische kennis, niet zou kunnen aanwijzen op de kaart. Op eentje na dan. Nog heel even over Urk, want ja. Die vond ik heel verrassend dat die op nummer 2 stond. Heb je enig idee waar dat door kan komen?
denk ik, toch de sterke gemeenschapszin in Urk. En ook religie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol. En religie heeft een invloed op geluk doordat het een bepaalde houvast biedt in het leven. Maar ook dat het de sociale relaties in een gemeenschap versterkt. Het is overigens wel een gemeenschap die tevens ook een groot wantrouwen heeft tegen de rest van de Nederlandse samenleving. Dus het is typisch een voorbeeld. Ja. Met ons gaat het goed, wij zijn gelukkig, maar met het land gaat het niet goed. Grote vraag is nog wel, hoe meet je dat geluk? Wij maken gebruik van enquêtes die in Nederland worden uitgezet. Bijna 250.000 Nederlanders vulde die enquête in. Er worden vragen gesteld, hoe tevreden ben je met het leven als geheel? Voel je over het algemeen een gelukkig mens? En om te kijken waarom sommige gemeenten gelukkiger zijn dan andere, maken we ook gebruik van secundaire data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over bijvoorbeeld de werkloosheid, het type huizen, het aantal alleenstaanden. En die gegevens combineert hij met data uit die enquête over het gemiddeld geluk. Om zo te verklaren waarom de ene gemeente gelukkiger is dan de andere. Daar blijkt dus uit dat dorpelingen over het algemeen gelukkiger zijn dan stedelingen. Toch hebben veel mensen het idee dat ze in de stad gelukkiger zullen zijn. En wetenschappers noemen dit de stedelijke geluksparadox. Martijn legt uit hoe die paradox ontstaat. Ik denk dat mensen bij de stad snel denken aan de leuke barretjes en uitgaansgelegenheden die er zijn. En vergeten dat de stad ook nadelen heeft. Dus een dorp wordt vaak geassocieerd met saai en daar wil ik niet doodgevonden worden. En de stad is the place where it happens. Kijk, Amsterdam, Rotterdam zijn natuurlijk fantastisch qua uitgaansgelegenheden en winkels. En als je daar veel gebruik van maakt, zou je ook ongetwijfeld gelukkiger zijn in Amsterdam en Rotterdam dan in Hellendoorn. Maar wat je ook wel vaak ziet is dat niet alle mensen kunnen daar evenveel gebruik van maken of maken daar evenveel gebruik van. En dan zit je toch wat meer met de nadelen van de grote stad. Het is waarschijnlijk geen verrassing meer dat in de top 10 minst gelukkige plekken vooral grote steden staan. Dus als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, die vind je terug in eigenlijk de onderkant van de ranking. En daarom bezoeken we de stad die het minst gelukkig is van allemaal, Rotterdam. Let wel, deze gelukstrofee werd uitgereikt voordat Feyenoord kampioen werd. We weten dus niet zeker of het gemiddelde geluk sindsdien weer is gestegen. Nou, steden hebben een andere bevolkingssamenstelling dan gemeenten op het platteland. En net als dat die bevolkingssamenstelling een rol speelt in Hellendoorn, speelt die ook een rol in Rotterdam. Martijn noemt de belangrijkste kenmerken van de Rotterdamse bevolking die het verschil in geluk verklaren. Dus in steden vind je meer alleenstaande mensen, meer eenpersoonshuishoudens. Logisch volgens Martijn, want mensen die single zijn trekken nou eenmaal ook eerder naar de stad. Daar is de kans namelijk groter dat je een toekomstige partner tegenkomt. Al wil dat niet zeggen dat het vinden van de liefde daar per se gaat lukken. Ondanks dat je eigenlijk ook sneller contact zou moeten maken, zie je ook wel dat het niet altijd even makkelijk is in de stad. Je kan ook heel snel opgaan in de anonimiteit. Verder zie je vaker in grote steden. Meer mensen met een niet-westerse achtergrond. Het komt ook tot die wat minder gelukkig zijn omdat ze bijvoorbeeld gediscrimineerd worden en een wat lagere sociaal-economische positie hebben. En dat brengt ons weer opnieuw bij geld. Meer mensen die een wat lager inkomen hebben. Dus het is met name die financiële stress ook die lagere inkomens ervaren die het geluk van lagere inkomens drukt. Kan ik elke maand wel de rekeningen betalen. En je ziet ook wel door die hoge huurprijzen en ook koopprijzen dat die stress ook veel hoger ligt in steden. En voor die hoge prijs krijg je lang niet altijd waar voor je geld. Want zoals we eerder zagen, beïnvloeden de kwaliteit van je huis en de buurt ook je geluk. Mensen ondervinden meer geluidsoverlast over het algemeen van buren. Het heeft ook te maken met het type woningen. Nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je in steden wat meer problematiek tegenkomt in sommige wijken. Verloedering, je ziet ook wat meer criminaliteit, diefstal, drugsoverlast. Dat verklaart eigenlijk een groot deel waarom steden wat minder gelukkig zijn dan plattelandsbewoners.
Niet iedereen in Rotterdam herkent dat beeld. Ja, nee, ik ben echt een Rotterdammer. Ik vind alles top aan Rotterdam. Ja, nee, niks maakt me wel gelukkig. Ja, ik ben wel gelukkig, ja. Ik moet even nadenken, maar ik ben wel gelukkig, ja. Ik heb mijn mensen om me heen, ik heb mijn familie die hier woont, dus... Ik heb alles. Ik heb een mooi huis. Ik heb lieve kinderen. Ik ben nu 18, dus precies goede leeftijd vind ik zelf om allemaal leuke dingen te doen. En ik kan lekker uitgaan, ik heb leuke mensen om me heen. Ik denk dat je alles waar je van houdt, wat je leuk vindt om te doen, gewoon binnen handbereik hebt eigenlijk. Dat is gewoon in de stad wonen. Biertje drinken op ras op dinsdag, kan allemaal. Het onderzoek van wat we hebben gedaan laat zien dat hoogopgeleide jongeren die ook voldoende geld hebben, dat die over het algemeen gelukkiger zijn in de stad. Terwijl bijvoorbeeld mensen met kinderen en ouderen juist wat gelukkiger zijn op het platteland. Ik denk dat uiteindelijk iedereen achter het stuur van zijn eigen bus zit en ook iedereen uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk en daar ook zelf het meeste invloed op kan uitoefenen. Wat wel zo is, is dat als overheid kunnen we wel mensen die het moeilijker hebben, kunnen we faciliteren. En niet zozeer van de burger gelukkig maken, maar wel door ze te ondersteunen op het moment dat ze financiële problemen hebben of andersoortige sociale problematiek. Ze kunnen wel zorgen voor bijvoorbeeld een veilige omgeving en zorgen voor bijvoorbeeld ontmoetingsplekken voor mensen. Ik denk dat het een hoofdtaak van de overheid zou moeten zijn. Dankjewel Martijn. Wij kruipen weer achter het stuur van ons eigen leven op zoek naar geluk. Jij bedankt voor het kijken en luisteren. We hopen dat we je met deze kennis weer een stukje gelukkiger hebben gemaakt. Tot de volgende!